Het korfbalseizoen staat weer voor de deur. In Amsterdam is het onofficieel al begonnen met een vriendschappelijk toernooi ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar geleden korfbal in ons land zijn intrede deed. Het was toen het eerste gemengde spel in Nederland en men had daar nogal wat bezwaren tegen. Dit lijkt wat overdreven als we nu zien in wat voor kledij onze grootouders toen op het veld verschenen. De mannen droegen, behalve grote snorren, lange pantalons en een colbert en veelal zelfs een dophoed of een pet. En de vrouwen liepen, om maar iets te noemen, met rokken tot over de enkels over het veld te draven, voor zover die rokken dat tenminste toelieten. Het zal dus niemand verwonderen dat het spel nu niet bepaald dat flitsende karakter had dat korfbal van tegenwoordig kenmerkt. Het ging heel bezadigd, zo echt helemaal in de geest van de tijd, die goede oude tijd. Het waren leerlingen van Amsterdamse HBS'en die korfbal voor het eerst in clubverband gingen spelen. We kunnen nu lachen om de wijze waarop dat gebeurde, maar zij zijn het toch geweest die de basis hebben gelegd voor een mooie en gezonde sport die thans een halve eeuw later duizenden enthousiaste beoefenaars stelt.